Ja, excuus voor de storing, maar hier zijn wij weer. 3 op de 10 Nederlanders heeft veel vertrouwen in homeopathische geneesmiddelen. Maar die homeopathische leer is onzinnig, schrijft professor Borst in de NRC van vandaag. Even onzinnig, zegt hij, als de theorie dat de aarde plat is. Nou, daar krijgt hij vast veel ingezonden brieven op, want dat was een paar weken geleden ook het geval toen hij een eerdere column schreef over homeopathie. Voor veel mensen die in homeopathie geloven, is dit een heet hangijzer. Mevrouw Klutner, u had reuma. Ja, dat had ik. En u kreeg daar gewone geneesmiddelen voor, zou ik maar zeggen. Hielpen ze? Ja, inderdaad. Ik kreeg gewone geneesmiddelen. En de reuma ging niet weg. Ik kreeg de bijverschijnselen van het geneesmiddel. Ik werd doof. Volledig doof. Ja, op een gegeven moment zocht u uw toevlucht tot de homeopathie. Ja. Met wat voor resultaat? Het resultaat dat ik en de reuma de baas ben. En ik weer volledig kan horen. Ja. Weet u zeker dat het door die homeopathische middelen kwam? Ik weet het heel zeker. Ja. Ik ben ook... De doofheid heeft 5 jaar geduurd. Ik kan u zeggen dat dat een zeer ernstige complicatie is, ja, die bij 1 op de 1000 patiënten voorkwam. Ja, dat is een complicatie bij dat reguliere geneesmiddel. Bij dat reguliere geneesmiddel. En u zegt, met de homeopathie ging het over. Ging het allemaal over, weg. Ja. Meneer Renkens, het kan dus, het helpt dus wel, homeopathie. Het kan helpen. Nou, één geval, één zwaluw maakt nog geen zomer, meneer Hagens. Nee. Homeopathie is een merkwaardige 18e eeuwse geneesmiddelleer die gebruik maakt van geneesmiddelen waarvan de werkzaamheid nog nooit op een normale manier is aangetoond. Vroeger was het wel een beetje onduidelijk, thans beschikt de medische wetenschap over methoden waarmee je heel goed kan aantonen of een geneesmiddel iets doet of dat het niets doet. En van al die homeopathische middelen die in ons land beschikbaar zijn, is van geen enkele ooit op in normaal wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat het werkzaam is. Hoort u dat, mevrouw Klutner? Ja, ik ben het hier ook helemaal niet mee eens, want als er op iemand wetenschappelijk onderzoek is gepleegd, alle onderzoeken heb ik ondergaan. Ja. Er is op mij heel wat afgetest, hoortesten en medicijnen uitgeprobeerd. De ene mocht niet meer van de wet, want die had te veel bijverschijnselen, moest op een ander medicijn over. Daarvan werd ik juist doof. Ik bedoel maar... U bent uitgebreid onderzocht. En helemaal, wel. Van A, ja, tot Z. Professor Borst, u bent degene die vandaag die column schreef in NRC Handelsblad en dat al eerder deed. En u schreef in die column, het is een onzinnige leer, naar de huidige inzichten, net zo onzinnig als de theorie dat de aarde plat is. Wat is uw voornaamste bezwaar tegen die homeopathie? Nou, kijk, die homeopathie is nu 200 jaar oud. En toen meneer Hahnemann die bedacht, toen wisten we nog heel weinig van hoe het lichaam werkte en wat ziekte was en hoe geneesmiddelen werkten. Dus hij kon het ook niet erg helpen, hoor, dat hij toen ideeën naar voren bracht die nu niet meer kloppen. En ik kan er wel iets over zeggen, maar er zijn hier ook homeopathische artsen die het principe van de homeopathie wel uit kunnen leggen. Maar wat is uw voornaamste bezwaar tegen nou, die principes? Mijn voornaamste bezwaar is dat de theorieën van Hahnemann, dat die in onze huidige opvattingen van wat we nu weten, hoe de natuur in elkaar zit en even, ons lichaam in elkaar zit, niet kloppen. Nee, even concreet. Bijvoorbeeld, een van die principes is verdunning. Hè? Geneesmiddelen worden oneindig verdund. Ja. En zouden juist daardoor sterker worden in werking. Of in ieder geval, ja, goed werken. U zegt dat kan niet. Volgens de huidige natuurwetenschappelijke opvattingen kan dat niet. Nee. Meneer Baas, waar zit u? Ja. U bent homeopathisch arts. Die verdunning, dat kan dus niet. Geneesmiddelen verdunnen, dan werken ze gewoon niet meer. Ja, dat lijkt logisch te klinken. Maar laten we 1 ding niet vergeten. In de geneeskunde hoort het niet te gaan om wat iemand denkt. Wat ik denk, wat u denkt, wat professor Borst of meneer Renkens denkt. In de geneeskunde hoort het te gaan om onderzocht materiaal. Ik vind ook dat je als homeopaat geen uitspraak zou mogen doen wanneer dat niet onderzocht is. Maar er is een stapel onderzoek gedaan. Dat is gepubliceerd in verschillende toonaangevende tijdschriften. Dus ik vind het eigenlijk wetenschappelijk gezien onjuist om nog te roepen dat homeopathie zoiets is als onzin. Ja, maar het lijkt mij toch ook dat als je een geneesmiddel 10.000, 100.000 keer verdunt, dat het daar niet meer werkt. Daar zit toch iets in? Ja, ik zei ook al, het lijkt logisch. Ja, maar beschrijf het dan eens.
Ik kan het alleen maar bestrijden door te zeggen, kijk, je kunt één groep mensen behandelen met een homeopathisch middel. Daar zit niks meer in, zegt u. Een andere groep mensen geef je een FOP-preparaat, een placebo. En dat doe je allemaal netjes volgens de regelen der kunst zoals het hoort. Die laat je een jaar in behandeling en dan gaat de envelop open en dan ga je kijken wie nou het echte en wie nou het FOP-middel heeft gehad. Blijkt? Dan blijkt keer op keer dat je dat makkelijk van elkaar kunt onderscheiden. En dat is niet zomaar een onderzoekje ergens. Dan blijkt dus dat de homeopathische middelen, dat die beter helpen, aanmerkelijk beter helpen dan de placebo's, de FOP-middelen. En dat ze daardoor dus heel goed van placebo onderscheiden kunnen worden. Noem eens één tijdschrift waar dat in staat. Een beetje gerenommeerd. British Medical Journal en The Lancet. The Lancet, meneer Rinkers. Ja, want u zei net, het is nooit onderzocht, maar dus wel en overtuigend. Nee, ik heb niet gezegd dat het niet is onderzocht. Nou ja, u zegt het is nooit aangetoond dat het heel, ja, er is buitengewoon weinig onderzocht. Ik denk als je alle onderzoekingen die gepubliceerd zijn over homeopathie goed nakijkt, dan blijven er in 200 jaar een stuk of 20 over die de toets der kritiek kunnen doorstaan. En de helft daarvan toont ongeveer aan dat het wel iets doet en de andere helft toont aan dat het niets doet. Dus dat is nog geen begin van bewijs. En alleen onderzoek is verwarrend. Er kan wel eens iets uitkomen terwijl recht overeind blijft dat het principe volledig absurd is. Het is niet zo in onze huidige wetenschappen, in onze inzichten. Hoe minder erin zit, hoe minder het kan doen. Dat is zo logisch als wat. Dat begrijpt elke MAVO-leerling. En ik vind het curieus dat er nog steeds artsen zijn met een universitaire opleiding die dus deze principes aanhangen. Ja. En dan druk ik mij curieus, mijn baas, u als arts. Ja, nou, logica is en blijft altijd gevaarlijk in de geneeskunde. Het is misschien gek om dat te zeggen, maar we hebben natuurlijk in de geneeskunde al vaak meegemaakt dat we dingen volstrekt onlogisch vonden. Bijvoorbeeld, nog maar 40 jaar geleden was het volstrekt ondenkbaar dat het psychisch functioneren van iemand iets met zijn ziekte te maken zou kunnen hebben. Ja. Dat blijkt heel anders te liggen. Die ruimte moet je aan andere ideeën nou eenmaal geven. Ja. Pas na goed onderzoek kun je zeggen ja of nee. Mijn mening is, als arts, als wetenschapper, dat er genoeg goed onderzoek is gedaan. Misschien bewijst ook wel iets hoe het effect is van homeopathische middelen op dieren bijvoorbeeld. Meneer Braafboer heeft een hond bij u. Wat was er met het beest? Dat was een hond en die... Dat is nog steeds. Ja, logisch. Nee, maar die hebben wij gekregen toen ze 2 jaar oud was. Was op zich weinig mis mee. Die is op een ogenblik onder de auto gekomen, is aangereden. Uiterlijk niks te merken. Nee. Maar wat was er innerlijk met het beest? Niks. Maar na 2-3 maanden kwam er het een en... Ja? Ja. Na 2-3 maanden kwam er het een en ander tevoorschijn. Hond, na de eerste loopsheid, na die aanrijding, is ze gaan kwakkelen. Ja? Begon ze heel verkrampt te lopen. Ben ik naar de dierenarts geweest. Pijnstillers gehad, antibiotica gehad, eind van het liedje. We kunnen de baarmoeder er nog uithalen. En was dan het... is het einde verhaal. Ja, was het een rustige hond of was het een driftige hond? De hond op zich is niet echt rustig. Nee. Nooit geweest. Zal ze ook nooit worden op. Maar waarvoor had u die homeopathische... Want u heeft het beest homeopathisch laten behandelen. Waarvoor was dat nodig? Omdat de gewone medicijnen niet hielpen. Tegen en wat? En op het moment dat een dierenarts tegen je zegt... Dat is een fokteef. Ja. Tegen je zegt van, baarmoeder moet eruit. Nou, einde verhaal. Voor een fokker. Ja. U had uw dierenarts ook meegenomen, hè? Waar zit hij? Ja, die zit erbij. Ja, meneer Kwartel. Wat was er nou precies aan de hand met die hond? Deze hond werd aan mij aangeboden met de klacht, hij zit niet lekker in zijn vel. Hij vermagert ondanks goed eten. En hij was dus, zoals meneer Baas net al zegt, behandeld met regulier, met antibiotica, pijnstillers. Wat je dan doet als homeopaat, je gaat het hele verhaal, vooral het verhaal doornemen. Je vertrouwt erop dat de reguliere artsen het al goed hebben onderzocht. Dus röntgenfoto's en dergelijke. Bij meneer Baas leek de klacht na de loopsheid te ontstaan. Ja, maar even probeert u het samen te vatten. U diende homeopathische middelen toe. We hebben weinig tijd. Nou, alle details kunnen we... Het kwam dus inderdaad in de ondervraging naar voren dat het dier, want dat zei meneer Baas niet direct, dat het dier een auto-ongeluk had, waarna die goed hersteld was. En pas na de looptijd kwamen de klachten. En de homeopaat denkt dan in eerste instantie aan het geneesmiddel Arnica. Dat hebben we toen gegeven en enkele dagen later al knapte de hond op. Ja. En een hond kan toch geen placebo-effect? Volgens mij niet. Kan daar geen nut van hebben, meneer Renkens? Nou, ik wou even naar meneer Renkens toe. Dat kan toch geen placebo-effect zijn geweest bij een beest? Nee, dat is vrijwel uitgesloten. Hoewel indirect, via het baasje zal ik maar zeggen, die dus betaald heeft voor die merkwaardige behandeling, die daar vertrouwen in heeft, die het probeert, die is wanhopig, kan natuurlijk toch indirect op de hond een uitwerking hebben. Dus ik acht een placebo-effect niet helemaal uitgesloten. Nee, braaf, maar... Nee, dat is beslist niet zo. Kijk, ik ben met die hond bij de reguliere dierenarts geweest. Dat hielp niet. Die hond heeft net zoveel aandacht gekregen als toen ik bij meneer Kwartel geweest ben. Ja. Dus
Ja, bestaat gewoon niet. Uit de humane geneeskunde zijn ook talrijke anekdotes, incidentele genezingen bekend met de meest merkwaardige en achteraf onzinnige geneesmiddelen. Maar als het zo onzinnig is, die homeopathie, waarom heeft het dan zo ontzettend veel aanhangers? 3 op de 10 Nederlanders heeft er veel vertrouwen in. Die Nederlanders die denken homeopathie is onschuldig, het is veilig, het is een natuurlijk iets. Dus voor ik aan die sterk werkzame geneesmiddelen met bijwerkingen, zoals de antireumatica bijvoorbeeld, begin, ik probeer het eerst eens een tijdje met homeopathie. Zit het in? Het is bij mij helemaal even omgegaan. Ik ben reumapatiënt geworden. Ik heb in reumaklinieken gelegen. Ik was volkomen stijf. Ik weet van de hoed en de rand wat betreft een rolstoel enzovoort. Ik kan u van alles vertellen. Ik ben totaal invalide geweest. Meneer Borst, kan dat alleen maar psychisch zijn? Kan het alleen maar placebo zijn? Het is fantastisch dat mevrouw zo is opgeknapt. Ja. Daar mogen we ons allemaal over verheugen. Laat ik daarmee beginnen. Maar het probleem is dat je kan aan één patiënt kan je niet een conclusie verbinden. Want van tijd tot tijd gebeurt het gelukkig dat mensen vanzelf eigenlijk enorm opknappen. Dat overkomt u zelf wel eens en dat kan over iedereen wel eens overkomen. Ja. Dat je iets hebt wat heel vervelend dus is en toch vanzelf weer weggaat. Dus toch op eigen geesteskracht en heeft mevrouw het gewonnen, mevrouw Klukker? Ik wil alleen maar zeggen dat als je werkelijk iets wilt onderzoeken, dan moet je dat heel systematisch doen. Zoals dokter Baas net ook al gezegd, dan kan je niet aan 1 of aan 10 of zelfs aan 100 patiënten. En het verschil in mening hier is dat als dokter Renkens en als ik en als alle hoogleraren die zich bezighouden met geneesmiddelenleer, als die kijken naar al die onderzoekingen over homeopathische geneesmiddelen, dan zeggen wij zijn niet overtuigd dat dat werkelijk aangetoond is dat die iets doen in een zorgvuldig opgezet onderzoek. Ze zijn niet te overtuigen, mevrouw Klukker. Nee, dat is jammer dat er zo'n koker op staat. Ik bedoel, het komt voor natuurlijk bij wetenschappers, die hebben een kokerblik. Begrijpt u wat u oogkleppen. Ik aanvaard onmiddellijk dat u veel beter bent dan u een tijd geleden was. En daar verheug ik mij over, zoals iedereen hier, denk ik. Dat maar wel. Of het werkelijk gekomen is van dat homeopathische middel, dat kunnen we met één patiënt niet aantonen. Nee, er zitten hier meer. Een hond kent een jok, hè? Een mens kan insinueren, maar hond niet. Ja, ik daar nog iets op. Hier zitten twee dames die al de hele tijd graag deze twee heren willen overtuigen. Zegt u het nou eens? Ik ben 10 jaar de allopathische geneeswijze ondergaan. Ja, gewone dokters. De gewone doktoren. Zo ziek daarvan geworden. Wat had u? Geestelijk, lichamelijk, ik was een wrak. Ja. En die hangt verlangd. Dus ging ik op zoek naar andere doktoren. En? Wonder wel geslaagd hoor. Ik kom nu 24 jaar voor pijnbestrijding, homeopathie bij een arts en het vergaat me prima. Ja, meneer Renkens, het wordt vervelend, maar wat moeten we dan met deze verhalen? Want er zitten hier allemaal mensen met hun vinger omhoog van, ja, maar ik ben ook genezen en ik ben ook genezen. Ja, nee, ja. Deze verhalen moeten voor een lekenpubliek buitengewoon overtuigend zijn. Het merkwaardige is nou dat de homeopaten er maar niet in slagen om bij goed onderzoek, in systematisch en vergelijkend, de waarde van hun methode aan te tonen. Dan ga ik even naar meneer Baas. Want dat onderzoek, dat blijft de steen des aanstoots, meneer Baas. Kijk, als u dat onderzoek niet wil lezen of u wilt het niet juist citeren, dan kan ik natuurlijk niet helpen. Maar als de afdeling epidemiologie van Maastricht, dat zijn de echte vakmensen op dat gebied, als die het homeopathisch onderzoek bij elkaar vegen en zeggen van, nou, het verbaast ons hoeveel positieve uitkomsten, er zijn zoveel positieve uitkomsten, dat een geneesmethode daarmee eigenlijk erkend zou moeten worden, maar we snappen het werkingsmechanisme niet. Zij zeggen dan niet. Ja, maar dat werkingsmechanisme, die snapt u zelf ook niet, hè? Ja, daar gaat het even niet om. Nee, dat wil ik even weten. Dat vind ik essentieel. Ik kom er graag op terug. Nee, maar dat vind ik essentieel. Ik wil even. Ja? U snapt de werking ook niet echt van homeopathie. Het past niet. Eerlijk. Het past niet in het wereldbeeld wat wij hebben geleerd. Geef het nou gewoon toe. Niemand snapt hoe het werkt. Alleen kennelijk werkt het. Het werkt wel. En we weten niet hoe het werkt. Nee. Daarom wil ik even naar meneer Borst. Want kijk, het gaat hier misschien niet alleen om
op effectiviteit bewezen middelen. Het gaat hier misschien ook een beetje om iets geloven of zo. Nee. Nou, hier heb ik iets gezegd hoor. Oei, mevrouw Kluckner. Ja. Corrigeert u mij maar. Geloven, dat doe je inderdaad in de kerk. Maar niet in homeopathie. Homeopathie, daar ben ik het levende bewijs van. Ik niet alleen. Het feit dat ik dus heel snel doof ben geworden van de bijwerkingen van medicijnen, ja, ben ik ook doorverwezen en heel goed begeleid door de KNO-arts naar de psychiater. Want ja, dat was het niet, dat hielp niet. Precies, ik ben daar één keer geweest. De beste man kon niets met mij, want in mijn bovenkamer zat het goed. Ja. Het is, meneer Borst, dus niet alleen kijken naar de effectiviteit, de bewezen effectiviteit, maar misschien ook naar andere zaken. Maar meneer Hagens, ja, als u morgen een vreselijke griep krijgt, dan, en ik bezoek u als dokter, stel dat ik dat zou willen doen. En ik mag het hopen. Ja, ik kom binnen en ik zeg, meneer Hagens, wat is dat nou vreselijk voor u? En ik heb hier voor u een pil, daar zult u zich heel veel beter van voelen. Dan gebeuren er twee dingen. In de eerste plaats, die griep die gaat vanzelf weer over, want zo is het met griep. Dus u voelt zich een week later enorm veel beter. En in de tweede plaats, een aardige, goede dokter die begrip voor u heeft en die u iets geeft en zegt, daar wordt u beter van, dat helpt. En dat is een groot probleem natuurlijk bij, ja, alle geneesmiddelenonderzoek. Ja. Dat effect. Flauwekul, zeg maar. Ik heb een KNO-arts, heeft mij begeleid. De reumatoloog, waar ik zeer frequent kwam. Allemaal zeer prettige mensen. En zonder meer heeft altijd iedereen met mij het goede voor gehad. Maar zonder de middelen was het niet gelukt? Nee, inderdaad. Okay. Met hun dat waren dus de allopathische middelen, de gewone medicijnen. Is het niet gelukt? We hebben alles geprobeerd. Ze hebben ook het beste met mij voor gehad. Ik moet het hier helaas bij laten. Ik had niet verwacht dat we in deze discussie het antwoord zouden vinden op de vraag, helpt het, werkt het echt of werkt het niet? Maar ik ben blij dat u allemaal uw mening heeft willen geven. Heel kort dan. Er is weinig verschil tussen doktoren die homeopathie gebruiken en doktoren die dat niet doen. In één belangrijk ding, we zijn het er allebei over eens dat als iemand een ernstige ziekte krijgt, dan wordt hij snel doorverwezen naar een specialist. En daar zit een beetje het gevaar waar ik toch het gehoor voor wil waarschuwen. Dat mensen die geen dokter zijn en die dan toch homeopathische middelen gaan toepassen, die zijn gevaarlijk, want die kunnen niet herkennen als een dokter, als iemand echt ziek is. Nee, ik moet het hierbij laten. Dank u wel voor deze discussie. Hartelijk bedankt.